Ja, waarom die mensen de redelijkheid... Kijk, dat je je niet laat inenten als er ernstige medische problemen zijn. Daar hebben we allemaal alle begrip van de wereld voor. Maar dat je dit dus weigert op een soort van een rare politiek-ideologische grondslag, dat begrijp ik niet. Het zou, ik ben benieuwd of als deze mensen nou straks van die afdeling afkomen, laten we dat hopen toch, hè, als ze genezen. Je gunt het ze nauwelijks. Maar dat ze dan denken, nou, dit was zo erg, ik ga toch een spuit halen. Nee, waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk ontkennen ze het. Ja, ik heb er wel gelegen, maar dat is helemaal geen corona. Dat is een dat is griep. Dat is, ja, sorry, maar dat is, komt heel veel voor. Maar nee, want Baudet heeft het gezegd. Het bestaat niet. Oeps, het bestaat niet. Het verlos hem. Kunt u mij horen? Even kijken, waar zijn we nu gebleven? We zijn nu begin 79 en de eerste grote experimenten betreffen eigenlijk provincies waar honger wordt geleden. Want dan zeggen die partijbazen in die provincie, zeggen, ja, we gaan toch breken met die gecollectiviseerde landbouw. Want natuurlijk, waardoor waren China en de Sovjet-Unie enorm achterop geraakt door de centraal geleide economie die niet functioneerde en door de gecollectiviseerde landbouw die niet functioneerde. Dat was het. Dus die lui zeggen, weet je wat, die communes die verantwoordelijk zijn voor de landbouwproductie, die gaan we opheffen. En mensen, families kunnen weer zelf hun landbouwbedrijfje, hun boerderijtje runnen. Dat was het experiment? Dat was het eerste grote experiment. Dat werd aanvankelijk nog een beetje stilgehouden. Het was natuurlijk volledig tegen het zere been van het communistische systeem. Maar al heel snel werd duidelijk, het werkt fantastisch. De agrarische productie verdubbelde in 4 of 5 jaar. De graanproductie nam gigantisch toe. Nou ja, je begrijpt, degene die dit verzonnen had, die partijchef, want dat was steeds in China zo. Als de partijchef in de provincie iets moois had verzonnen en dat ook op de rails had gezet, dan ging hij naar Peking om daarmee deel te nemen aan de nationale macht. Dus daar begint het mee. Het begint eigenlijk helemaal aan de onderkant van de Chinese samenleving. Heel anders dan in de Sovjet-Unie, waar natuurlijk het hervormingsproces ongeveer in dezelfde jaren helemaal aan de bovenkant van het systeem begon. En Deng heeft ook altijd gezegd, Deng Xiaoping heeft altijd gezegd, kijk, eerst moeten we de economie hervormen en dan kunnen we eventueel eens kijken of we ook de politiek zouden kunnen hervormen. Dat is ondertussen allemaal heel anders gelopen, maar dat was zo'n beetje de start van de zaak. Dus ze zien nu, als je die landbouw, als je die decollectiviseert, niet waar, dan hebben we het hele probleem van voedsel en honger, ja, dat hebben we opgelost. En die communes, die zijn allemaal opgeheven, maar die veranderden vaak in kleine lokale bedrijfjes. Dat heette de town and village enterprises. Ja, dat is natuurlijk niet in Chinees, maar ik weet niet hoe het in Chinees heette. Maar stel het je voor, als kleine steden en dorpen die hadden ontwikkelden allemaal kleine bedrijfjes, die eigenlijk de restanten van die communes, van die agrarische communes waren. En dat is ook weer een systeem wat geweldig werkte en op het lokale, laagste niveau leidt tot een sterke verhoging van productie. Die bedrijfjes maakten simpele dingen. Ik zeg maar elektrische ventilatoren, dat type van dingen. Iedereen begrijpt hoe het zit. Als je een elektrisch motortje hebt, dan kun je zo'n ding maken. Er hoeft alleen een molentje opgezet te worden en klaar is Kees. Voor de rest vallen ze altijd na enige jaren spontaan uit elkaar, maar dat is... En ander soort van dingen, fietsen, je kunt je er van alles bij voorstellen. Ja, dus dat is ook een enorm succes en creëert ook op het laagste niveau werkgelegenheid en productie. En natuurlijk, het genereert geld. He, want je ziet ook dat er restaurants ontstaan. He, precies. Met van alles. Dus je ziet nu de eerste trap is decollectivisering. De tweede trap is dat je kleinschalige bedrijvigheid in dorpen en steden. En dat is tenslotte de derde trap en natuurlijk uiteindelijk de meest beslissende trap in de industrialisering van China. Dat zijn de zogenaamde special economic zones. Want in de special economic zones mocht alles. Daar was het gaande regime niet de baas. Daar konden buitenlandse investeringen naar hartelust gedaan worden. Daar konden buitenlandse bedrijven naar hartelust nieuwe bedrijven stichten. En dat was natuurlijk ook voor China een voorbeeld hoe je het zou moeten doen. Dat waren de zogenaamde kleine tijgers. Zuid-Korea, Hongkong, Singapore. Nou ja, al die kleine Aziatische landen die zich al heel voorspoedig economisch ontwikkeld hadden.
die deels ook het voorbeeld zijn voor de ontwikkeling in China. En die Special Economic Zones, de eerste en misschien ook wel de grootste en meest indrukwekkende, is eigenlijk het achterland van Hongkong. Want Hongkong speelt een centrale rol in het opstarten van die Chinese economie. En want in Hongkong had je investeerders, had je lui die toegang hadden tot geldmarkten in het westen. Hongkong was in alle opzichten een industrieel en financieel centrum in Azië. Hongkong is eigenlijk het slaghoedje geweest voor die Chinese ontwikkeling. En dan heb je dat bekende verhaal over dat dorp Shenzhen, wat daar boven Hongkong op het vasteland ligt. Dat was eigenlijk een soort van dorp. Dat had na enige 20 jaar 10 miljoen inwoners of zo. In feite is dit het oude kanton. Guangzhou heet het tegenwoordig. Ja, mijn Chinees, dat begrijp je, dat hou ik graag ook opmerkingen van de luisteraars die ongetwijfeld allemaal vloeiend Chinees spreken. Stuur dan even een audio-app. Guangzhou, het oude kanton. Ja. Het is wel nuttig dat we daar iets over zeggen. Wacht even, waar ligt dat? Dat ligt ten noorden van Hongkong. Ja, dat ligt ten noorden van Hongkong, precies. Dat is de delta van de Parelrivier. Zoek het maar even op en dan zie je het wel. In dat gebied, want in die Special Economic Zone, die is ongeveer de helft van Nederland qua afmetingen, wonen 62 miljoen mensen. Stel je voor, 62 miljoen mensen op de helft van het Nederlandse oppervlak. Wij vinden Nederland nog wel eens druk en zo. En die Randstad, dat groeit toch. Hè, maar moet je je voorstellen dat er in Nederland, in de helft van Nederland, 62 miljoen mensen. Dat was mensen. Wel comfortabel allemaal daar. Ja, nou ja, wat je comfortabel. Wat Chinezen vinden het best comfortabel. Het is een hele rijke streek. Ja, dat je dan woont in zo'n woontoren van 59 verdiepingen. Wat las ook alweer, waar je had Chinese aannemers. Die konden een woontoren van 59 verdiepingen in 19 dagen zetten. Kon je na 19 dagen kon je erin trekken. Deels ook aannemers uit Hongkong die ook al gewend waren om in no time hoge gebouwen te bouwen. Maar Shenzhen is een fantastisch voorbeeld van wat daar gebeurd is. Waarbij dus buitenlandse investeerders, buitenlandse producenten, dat zijn degenen die de eerste aanzet hebben gegeven voor die stormachtige ontwikkeling van de economie van China. Want deze streek Guangzhou, 62 miljoen mensen, is de meest productieve streek ter wereld, industrieel gesproken. En je begrijpt ook rijk en later krijg je datzelfde in Shanghai en op allerlei andere plekken in China. Maar de mop is dat China zich dus ontwikkeld heeft, niet door te doen wat ze in Rusland hebben gedaan, namelijk de bestaande staatsbedrijven te proberen aan te passen aan wat meer marktwerking en een beetje andere investeringsschema. Nee, ze hebben in feite, want ook de staatsbedrijven in China zijn tot de dag van vandaag eerder een rem op de economie en de modernisering dan ze goed functioneren. Ze hebben ook voortdurend geprobeerd om die staatsbedrijven ook mee te krijgen in die ontwikkeling. Ja. En dat blijkt toch ook in China een hele lastige zaak. Nog steeds is het zo dat 50% van de hele Chinese export is het werk van buitenlandse bedrijven die een vestiging hebben in China. Vanwege de lage lonen? Nou ja, die lonen zijn al lang niet meer zo laag. Nee, maar toen wel? Toen wel, ja, in eerste instantie natuurlijk. Speelde want daarom gingen ze daar ook naartoe, toch? Ja, maar ik heb begrepen dat je met managers voor grote bedrijven, die zijn in China al lang even duur als ze bij precies. ons zijn. Want ik omdat deze hele ontwikkeling, dat is nu 40 jaar geleden, zeg maar. En ja, in 40 jaar is China een economische reus geworden. Dat moet je constateren. Door buitenlandse bedrijven? Ja, bijvoorbeeld ook in eerste instantie door buitenlandse bedrijven. De Chinezen hebben natuurlijk ook heel actief afgekeken van hoe je dat zou moeten doen. Daar is heel veel schande voor gesproken, maar alle snelle industrialiseerders in deze wereld hebben altijd natuurlijk van de lui die het eerst hebben gedaan afgekeken. Precies, en we hebben het over de auto's gehad, daar waren ook spionnen toch, die bij elkaar gingen kijken. Ja, nee, zeker. In de autobusiness, dat is één grote afkijkerij van de ergst denkbare soort. Natuurlijk is dat zo. De Engelsen hebben ook inderdaad, toen men zei, de Engelsen waren de eerste van de industriële ontwikkeling. Die hebben ook geprobeerd om te vermijden dat ze op het vasteland al die Engelse oplossingen zouden bekijken. Precies. Maar ja, tal van Engelse ingenieurs die werden dik betaald. Als je denkt, nou ja, wie hebben de Belgische industrie opgestart? De familie Cockerill. Ja.
Nou, dat is geen typisch Belgische naam. Dat waren Engelse ingenieurs die dat deden. Nou goed, dus de Chinezen hebben ook op grote schaal afgekeken. Dat lijkt me ook een onvermijdelijke zaak. En nou ja, ik las ergens cijfers. In een relatief korte periode, zegt van de jaren 25, waar zijn 800 miljoen armoedzaaiers eerste klas, want dat niet waar, daar waren er nog maar 10% van over. Echte armoedzaaiers. Dus dat vergeten we nog wel eens, dat natuurlijk die fantastische ontwikkeling van China ook ervoor gezorgd heeft dat... De honger was weg. Een kleine miljard mensen, dat die ja, niet zo rijk als we in Nederland zijn, maar die hebben het toch ontzettend goed gedaan. Hmm. En, dan heb je natuurlijk nog de infrastructuur die ze in no time hebben aangelegd. Dat is 100.000 kilometer vierbaanswegen. Ja. Ze hebben in 10 jaar 18.000 kilometer hoge snelheidslijn gebouwd. Ja. Dat is meer dan alle hoge snelheidslijnen van de wereld samen. Ja. In 10 jaar gebouwd. Nou, dat moet je als je Nederland een rotonde wil verleggen, dan heb je al met milieueffectrapportage, protesten van de omwonenden, ben je sowieso al een half eeuw verder, ja, voordat de schep in de grond gaat. Dus hoe verklaar je dat? Dat zo, want ik moet dan denken aan dat ziekenhuis rond COVID. Toen werden opeens ziekenhuizen uit de grond gestampt. Ja, omdat alles mag daar. Als de overheid zegt het mag, dan mag het. Dat is toch niet het enige? Ze hebben grote delen van hun oude binnensteden afgebroken. Ja, niet leuk voor die mensen die er woonden. Maar ja, zij vonden dat op dat moment noodzakelijk. Denk aan Peking, daar is volgens mij de hele oude binnenstad verdwenen. Ja, maar ze bouwen ook als een gek. Ja. Maar je ziet dus hoe je het aan moet pakken. Je begint dus op het laagste niveau. En dan creëer je daar werkgelegenheid en activiteit. Die genereert weer geld. En met dat geld kun je dus doorgaan met je investeringsprogramma. Ja. Nog even één vraagje. En je zorgt dus dat je aan buitenlanders alle mogelijkheden biedt om tot de zaak tot ontwikkeling te brengen. Ja, daar wordt nog wel eens anders over gedacht, hè, door buitenlandse bedrijven. Dat ze zeggen, ja, in China, daar mag niks. Nou, dat valt volgens mij erg mee. Hier mag ook niks, in principe. Nee. Maar die experimenten die zeg maar in die bepaalde regio's, hè, die provincies, dat werd op een gegeven moment natuurlijk, toen het slaagde, landelijk uitgerold, toch? Ja, zeker. Ja. Dus de hele landbouw is gedecollectiviseerd. Ja. Met hele gunstige gevolgen. Je weet dat je... Je weet dat boeren zich te takken werken als ze voor zichzelf werken en geen reet uitspoken. Ja. En is ze voor de gemeenschap moeten werken. Ja, maar dat werd dus, om het even goed te snappen, dat werd gedaan omdat ze hadden gezien, hey, daar werkt dat, laten we dat allemaal gaan doen. Dat werd niet van hoge hand dus opgelegd, wat je net zei. Nee, het ontstaat, het idee ontstaat aan de onderkant. Ja. En natuurlijk dat die special economic zones, daarvoor moet de centrale overheid toestemming geven. Hmm. Maar als het eenmaal draait, dan kun je dat op allerlei plekken kun je dat uitrollen. Daar waren ze ook soms wel voorzichtig mee. Zet hem even uit. Oké. Okay. Interessante mededeling. 5 januari, live podcast. Maarten van Rossum en Tivoli Vredenburg. De kaartverkoop is gestart via het linkje in de beschrijving van deze podcast. Doe het snel, want op is op. Ja, nou, we pikken het weer op. Ja, even denken. We zaten nog steeds in China. En er is natuurlijk nog een punt wat vermeld moet worden. Ja. Bij die hele ontwikkeling in China. Want mensen die hiernaar zitten te luisteren, zijn natuurlijk allemaal relatief deskundig. Dus die hebben al gedacht, ja, wacht eens even. Maar hoe zit het nou eigenlijk met die opstand? Niet waar tegen het regime en op het plein van de hemelse vrede en al die demonstraties. En dat is natuurlijk enorm, met enorm veel geweld is dat neergeslagen. Ja, dat klopt. Je kunt wel stellen dat ook anders dan Gorbachev, dat Deng Xiaoping en de rest van het politbureau eigenlijk steeds vast hebben gehouden aan het absolute primaat van de macht van de partij. En op een gegeven moment ontstaat er toch onrust in China. Deze hele zaak speelt zich af van 88, 89. En dat komt omdat er sprake is van omvangrijke inflatie, ook wel begrijpelijk gezien de stormachtige economische ontwikkeling. Maar inflatie betekende voor heel veel stadsbewoners die afhankelijk waren van vaste inkomens, dat in feite hun positie economisch gesproken achteruit ging. Dus daar bestond ontevredenheid over. Ook onder studenten was veel ontevredenheid, omdat ze vaak zelf niet hun studie konden kiezen, maar dat werden ze aangewezen. En ook niet konden kiezen waar ze gaan werken, dat werd ook aangewezen. Dus er was een vrij aanzienlijke diffuse ontevredenheid. En dan zijn er demonstraties vanwege een rouwproces over een bekende partijfiguur die terzijde was geschoven.
En die zich juist had ingespannen voor wat verdere democratisering. En dat loopt eigenlijk volledig uit de hand. En tenslotte besluiten ze, gek genoeg komt Gorbatsjov dan net nog op bezoek. Die is ook niet kritisch op die studenten, maar goed. De Chinese politbureau heeft toch het gevoel, dit loopt uit de hand, we moeten er iets aan doen. En dat besluiten ze te doen aanvankelijk worden zelfs heel interessant tegengewerkt op een hele efficiënte wijze door de stadsbevolking. Ze proberen het eerst op een enigszins vreedzame wijze te doen. En dan tenslotte grijpen ze in en dan wordt er ook vrij omvangrijk gevochten. Daarbij zijn sommige mensen zeggen duizenden doden gevallen. Sommige mensen zeggen zijn honderden doden gevallen. Dat weten we allemaal niet precies hoe dat zit natuurlijk. En iedereen, niet waar, herinnert zich dat beeld van die jongen met dat plastic tasje die voor die tank staat. En precies, dan, ja. Die tank die eerst naar rechts gaat, laat hij ook naar. Ja, dus die opstand die wordt neergeslagen. Je kunt ook zeggen, en dat vonden de Chinezen, die volgden namelijk de ontwikkelingen in de Sovjet-Unie op de voet. En die hadden al heel snel in de gaten, dat willen wij dus absoluut niet, dat het die kant op gaat. Want feit is natuurlijk dat Gorbatsjov, niet waar, die probeert ook het partijapparaat te veranderen en te hervormen. Even een slokje nemen. Het is water, dames en heren. En ja, niet zoals Bonnie Sinclair deed, hè? Die had dan ook zo'n flesje spa, maar daar zat dan sterke drank in. Ja, nee, daar zit bij mij geen sterke drank. Ik hoorde nog zo'n mensen die dachten dat omdat ik als ik op het toneel sta en een lang verhaal hou, moet ik ook. Want ik krijg een droge keel, dat is het hoofdprobleem eigenlijk. Volgens mij is dat universeel, daar ben je niet uniek in. Dat zou iedereen hebben als die veel praat, toch? Dat weet ik niet. Dan laten ze minder merken dan ik dat je af en toe een slokje nodig hebt. En hoe ook iemand, of dat je jenever in dat glasje zat. Ik zei, nou, als ik in dit tempo jenever zou drinken, dan zou ik de pauze nog niet eens halen, bij wijze van spreken. Dus nee, ik drink geen jenever. Misschien voor de luisteraars interessant, ik drink al jaren geen alcohol meer, al zeker 5 of 6 wel jaar of zo. Wel wit bier toch? 2 blikjes wit bier? Ja, ik drink wel bier, maar dat is altijd alcoholvrij bier. Ja. En het alcoholvrije bier is enorme kwaliteit toegenomen. Heineken is echt het meest waardeloze alcoholvrije bier wat er is, maar ik drink altijd Grolsch alcoholvrij bier, dat is bijzonder lekker. En in Duitsland heb je Weizen alcoholvrij, wat eigenlijk misschien nog wel iets lekkerder is. Oké, dus dat. Goed, dit is. Ik zit meteen te denken, ik moet natuurlijk geen reclame maken. Nee, maar je noemt meerdere merken, dus dan kan dat volgens mij weer. Ja. Want ik hoorde één oude aflevering waar we toch die verrekte matrassen weer in voorkwamen. Ja, die matrassen, dat klopt, ja. Ja. Dat moeten we niet meer doen. Daarom wil ik ook eigenlijk geen reclame maken voor bier. Maar dit is gewoon een normaal verslag van mijn bierconsumptie. Ja, we hebben de vorige keer noemden we ook wat. Oh ja, Rob Peetoom. Dat vroeg ook iemand. Rob Peetoom noemde ik toen je naar de kapper ging. Dus geen reclame. Nee, want ik ben gewoon hier naar de kapper om de hoek geweest. Dat klopt. Maar als we merken noemen, betekent dat niet dat het reclame is. Ik krijg zelfs bejaardenkorting, hè. Bestaat dat? Ja, bij de kapper krijg je bejaardenkorting. Ik wist niet dat het bestond. Ja, dus als je aan kunt tonen dat je 65 plus bent, of tegenwoordig misschien 67 plus, dat weet ik niet precies. En dan krijg je, ik weet niet, 1,60 euro korting of zo. Nou, wat aardig. Hartstikke leuk, ja. Ik ben daar tegenover, maar de bejaardengroep in Nederland is een bepaald economisch niet slecht aan toe. Maar we dwalen af van onze thematiek. Kortom, de Chinezen hielden vast aan het primaat van de macht van de partij. En natuurlijk Gorbatsjov, die de partij hoopte te kunnen hervormen, is zijn hele greep op het hervormingsproces volledig kwijtgeraakt. Eigenlijk is het, Gorbatsjov komt natuurlijk in 85 aan de macht. En Gorbatsjov, nou ja, echt in 88, 89 gaat het eigenlijk al voorkomen mis in de Sovjet-Unie. Ook daar ontstaat bijvoorbeeld ook honger op sommige gedeelten van het land. Dus in die zin hebben de Chinezen veel opgestoken van wat er in de Sovjet-Unie gebeurde. Dus dat volgden ze ook op de voet werkelijk. Deng heeft ook wel eens gezegd dat Gorbatsjov een idioot was. Omdat hij eerst de economie had moeten hervormen. Primaat van de partij handhaven. Dan kun je, als de economie lekker draait en de mensen zien dat de welvaart stijgt, dan kun je bepaalde ontwikkelingen eventueel
permitteren. Feit is wel natuurlijk dat Deng op een betrekkelijk vreedzame wijze van zijn almacht, of nou, almacht van zijn macht afstand heeft gedaan. En dat er dan in China eigenlijk een systeem ontstaat waarbij iemand de aangewezen leider is, dat ook enkele jaren is en dan min of meer ruisloos verdwijnt en dan komt een nieuwe. En dat hele systeem, en we dachten ook allemaal dat zal zich wel wat verder ontwikkelen. En krijgen we toch een soort van democratisering en zo. Dat is allemaal totaal niet gebeurd. Omdat natuurlijk op een goed moment, ik geloof 2012, komt Xi Jinping aan de macht. En die ontwikkelt zich op een totaal andere manier dan ook veel China-kenners hadden gedacht. Die ontwikkelt zich eigenlijk tot een nieuwe, nou ja, zeg maar een nieuwe Mao Zedong, een nieuwe almachtige leider. Want je hebt ook nu Xi Jinping, Thought en al die andere lulkoek waar die communistische regimes niet buiten lijken te kunnen. En niemand weet precies waar dit gaat stranden natuurlijk. Omdat dit type van macht, zoals wat hij nu opbouwt, waarbij ook vaak een aangewezen opvolger in feite niet aanwezig is en iedereen verschrikkelijk bang voor je is. Dat geeft enorme problemen als hij doodgaat of als hij tenslotte toch vertrekt omdat hij volledig afgetakeld is. Want de opvolgingsproblemen in dit type van dictaturen, dat is heel lastig. Dat hadden de Chinezen dus redelijk op de rails. En ja, Xi Jinping, om een of andere raadselachtige reden, heeft dat systeem doorbroken. En ze hebben hem natuurlijk, het politbureau heeft hem ook de gelegenheid gegeven om dat te doen. Ik moet zeggen, hij is ook radicaal afgerekend met potentiële tegenstanders. Je kunt daar maar één redelijke verklaring voor verzinnen. Namelijk dat de partij toch het gevoel had dat ze op die enorm snelle welvaartsstijging en de effecten daarvan toch misschien hun greep dreigde te verliezen. Anders kan ik me er ook niks bij voorstellen. Ja. Maar ze zijn dus in oude fouten vervallen. Dat is treurig. Dat is heel erg triest. Vindt hier ondertussen een straatgevecht plaats tussen twee honden? Als ik het goed hoor. De hond. Hey, maar jij zegt dus eigenlijk dat de wijze waarop Xi Jinping nu regeert, die is eigenlijk heftiger dan dat in het verleden daarvoor eigenlijk gebeurde. Of... Ja, zonder meer. Ja, omdat ze natuurlijk toen ze van het Mao af waren, was het ook wel vrij duidelijk dat de leidende figuren in het politbureau, in het bijzonder ook Deng Xiaoping, die wouden dat niet nog een keer. Hoewel ze Mao intact hebben gelaten voor de geschiedenis van de partij, is het duidelijk dat ze een ander systeem wilden waarbij een relatief soepele overgang mogelijk is van de ene leider van het politbureau naar de andere. En toch ook een soort van collectief leiderschap aanwezig is. Ja, welke rol heeft het leiderschap gespeeld in de ontwikkeling die het land heeft doorgemaakt? Nou, heel gevarieerd. Deng was de leider van het politbureau en Deng was een groot vernieuwer. En die was ook steeds bekommerd om het, laten we zeggen, om het tempo hoog te houden. Precies. Dus maar, cruciaal voor die ontwikkeling. Ja, maar er was ook in het politbureau vaak waren er tegenkrachten die zeiden, het moet niet te snel. Want als het te snel gaat, dan kan die economie die kan oververhit raken. Dat kan inflatoren processen veroorzaken. Wat ook in de jaren 80 het geval is geweest. En er zijn ook wel momenten geweest, bijvoorbeeld in 89, dat het even afgeremd is. Maar dan zie je toch heel snel dat die fabuleuze groei, dat in die jarenlang 12,5% per jaar was, dat die weer terugkeert. Maar ze zijn wel degelijk in het politbureau bekommerd geweest, want het kan ook te hard gaan. Het gaat geweldig, maar het kan ook te hard gaan. Dat menselijke aspect. Ja, en degene die dat, ik ben nou even de Chinese naam vergeten van de man die dan tegen Deng zegt van dat, wacht, kalm aan maar een beetje. Die had ook aanzienlijke macht binnen het politbureau. Dus dat, nogmaals, er was een zekere collegialiteit in dat politbureau. En die is denk ik met Xi Jinping totaal verdwenen. Kijk, dit soort van totale dictatuur en verering van de grote leider en zo, dat gaat altijd. Kom er maar weer eens vanaf, dat is een groot probleem. Ja, maar wordt hij zo... Dat zo... leidt bijna altijd tot instabiliteit of voortzetting door een andere halve jaar. Ja, maar Xi Jinping wordt toch niet heel erg vereerd? Nou, ja, Xi Jinping thought als je dat soort van dingen gaat denken en zo, dan... Je mag hem niet met Winnie de Pooh vergelijken, hè? Nou ja. Hoe dan ook, het is zijn positie is toch anders dan die van vier of vijf van zijn voorgangers.
En mij lijkt het niet verstandig, te meer omdat China de ambitie heeft om... Kijk, de Chinese economie is nu wereldwijd succesvol. Op basis van een bekend principe, wat door economen beschreven is, dat is het 80%-60% principe. En dat betekent dat ze je 80% van de westerse kwaliteit bieden tegen 60% van de westerse prijs. Dat is natuurlijk een voordelige deal. Maar wat ze willen is dat ze producten gaan afleveren op wat grotere schaal, die ook, laten we zeggen, 100% van de westerse kwaliteit treffen. Die net zo goed zijn als, nou ja, de bekende kwaliteitsproducten van de Duitse industrie. Hè? Ik denk dat de Duitsers en de Japanners natuurlijk houden niet. En dat is, is ook heel interessant als je Japan en China vergelijkt. Japan heeft natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog deels een... Japan was al verder op weg, maar heeft toch ook zijn economie heel succesvol geëxpandeerd en gemoderniseerd na de Tweede Wereldoorlog. En Japan heeft een aantal wereldmerken gecreëerd en eigenlijk is nog eigenlijk geen enkel Chinees bedrijf behalve Huawei en misschien Alibaba die ook wereldmerken zijn. Maar Alibaba is ook nog geen echt wereldmerk naar mijn gevoel. Weet jij wat het is? Ja, ja, de webshop, dus de Chinese Amazon. Ja, precies. Ze hebben in Luik hebben ze een distributiecentrum, hè? Nou, kijk, dus dan zou eventueel tot twee. Maar als je kijkt naar de Japanners natuurlijk, naar de Toyota, Canon, Nikon, wat hebben we meer, Sony. Nou ja, de Japanners hebben een hele reeks. Maar kan dat niet nu komen? Is China nu op het punt dat dit... Ja, dat is China's intentie. Tencent heb je ook trouwens uit China, is ook vrij groot. Ja, maar het gekke is dat dus een aantal van die bedrijven die geprobeerd hebben genoteerd te raken op de beurs in New York, dat heeft de Chinese overheid getorpedeerd en teruggedraaid. Waarom? Ja, omdat ze toch vinden dat die bedrijven daarmee, als ze ook via die beurs weer kapitaal zichzelf kunnen verschaffen, dat ze er kennelijk toch minder controle... dat er minder controle op die bedrijven mogelijk is. Ja. Want die Alibaba, dus die chef daarvan, had zich ook wel eens kritisch uitgemaakt. Check maar. Precies over het beleid. En nou ja, dat moet je niet doen. Dus die is toen ondergedoken, die was verdwenen ineens. Ja, nou dan weet je wel hoe laat het is. Ja. Dus dat, maar wil je natuurlijk, kijk, als je technologisch bij wil blijven, als je technologisch tot de absolute wereldtop wil behoren, en daar vanaf betaald wil worden, dan moet je ook in een cultuur hebben die kan vernieuwen. Die de ruimte heeft om te vernieuwen. Die ruimte heeft om te mislukken en te vernieuwen. En dat kan met Xi Jinping, kan dat niet. Dat als je te veel, laten we zeggen, consensus of liever gezegd afgedwongen consensus nastreeft. Dat is voor de vernieuwing van een samenleving en ook voor de vernieuwing van een economie niet de beste oplossing. Maar dan zeg je eigenlijk meer dat er een grens zit aan de groei die we nu zien. Zonder meer, ja. Ik denk niet dat wat Xi Jinping ambieert, dat gemakkelijk gerealiseerd gaat worden. Die laatste sprong is aanzienlijk naar mijn idee. En dat het ook zijn dat het feit dat de dictatuur daar zwaarder is geworden dan die was, dat zal daar ook zeker geen bijdrage aan leveren. Hoe dat af moet lopen, dat durf ik je niet te zeggen. Er is natuurlijk een zeer omvangrijke Chinese middenklasse tot stand gekomen. China is de grootste automarkt ter wereld tegenwoordig. Die auto's moeten op iemand gekocht worden. Ja. Dat is en daar geldt denk ik toch dat zolang het groeit, en het groeit nog steeds, zal die middenklasse zich waarschijnlijk vrij rustig houden. Als de groei zou stoppen op enige wijze, heb je nu al die problemen met dat vastgoedimperium, wat aan het wankelen is. Ik heb geen idee. Dat zou kunnen leiden toch tot een soort van politieke crisis. Ja. Maar dit is allemaal pure speculatie. Ja. Feit is natuurlijk dat we terugkijken, moeten zeggen dat de Chinezen, geholpen overigens, maar die kans hebben ze gegeven door buitenlandse bedrijven, dat die natuurlijk in, wat zeg ik, 30, 40 jaar een wonder verricht hebben. Ja. Anders kun je niet zeggen dat je dus van een straatarme, volledig gechaotiseerde derde wereldland, wat toen al 800-900 miljoen inwoners had, wat in allerlei opzichten door acute problemen bedreigd werd, dat je dit tot stand brengt, dat is vrij spectaculair. Ja. En de mentaliteit van de mensen is ook totaal anders dan dat we hier kennen. In het Westen, die mensen die werken knetterhard, dat zal ook komen door het verleden. Volgens mij werken ze zelfs nog tot en met zaterdag. Ja, dan moet je met heel te hard werken, moet je ook enorm oppassen. Hè?
Laatst las ik nog een stuk dat de Amerikanen werken veel harder dan Nederlanders. Zijn ze productiever? Nee, dat zijn ze helemaal niet. En hebben we heel weinig vakantie? Precies. Wij werken relatief weinig, maar als we werken, werken we heel productief. Dus ja, dat zal misschien in China het andere liggen. China verkeert natuurlijk een hele andere ontwikkelingsfase dan wij verkeren. En wij zijn al lang blij als we 2-3% per jaar groeien. En nu maken we even een spurtje omdat we uit de COVID komen. Maar ja, nu hebben we overal gebrek aan. Hè. Al die mondiale productieketens zijn verstoord. De logistiek ligt een beetje op zijn reet, heb ik begrepen. De containers staan op verkeerde plekken enzovoort. Maar goed, dat zal weer bijtrekken. Maar nee, zo'n groei als China, dat zullen wij nooit meer realiseren. Maar ze denken ook anders, die mensen daar. Als je ze de opdracht geeft van A naar B, dan gaan wij denken, oh, dat kan met dit vervoersmiddel. En daar bedenken ze een vliegende helikopter waar je aangehangen wordt. Ja, dat zie ik zo vaak niet lopen. Want de helikopters zijn... Ik noem maar een voorbeeld, maar ze zijn innovatiever qua gedachtegang. Helikopters zijn kwetsbare apparaten. Lastig te onderhouden. Dus ik geloof niet zo verschrikkelijk in. Eerlijk gezegd. Wat, dat is een van de wonderlijkste dingen van toekomstvoorspellingen. Dat is eigenlijk, als je even teruggaat in de tijd, dat alle mogelijke dingen zijn voorspeld en totaal niet uitgekomen. Bijvoorbeeld met name de vliegende auto is een notoor product van wat je ziet in de toekomst. Terwijl de dingen die onze samenleving wel werkelijk ingrijpend veranderd hebben, zoals bijvoorbeeld de smartphone. Of de stoommachine. In de tijd de stoommachine, dat is niet voorspeld. Ja. Dat is het gekke. Er is trouwens nog een tip in Tilburg. Er staat ook nog een werkende stoommachine in het museum. Of je daar ook naartoe wil? Ja, als ik in Tilburg ben, ga ik dan wel even kijken naar de stoommachine. Ja, ik moet ook nog die dingen bij dat gemaal in Friesland. Dat wil ik ook altijd nog wel eens in werking zien. Okay. Want dat stoomgemaal, dat is er nog. En de stoommachines worden onder unieke omstandigheden wel opgestart. Maar nog even terug naar die ontzettend ijverige Chinezen. Ja, dat is zo. Er zijn sprake van uitgesproken werkcultuur. He, ook op scholen in Azië. Daar wordt hard gewerkt en daar wordt heel gedisciplineerd gewerkt. Ik ben er vast van overtuigd dat je, als je één of twee generaties welvarend bent geweest, dat je iets minder geneigd bent om je permanent elke dag van zonsopgang tot zonsondergang de benen uit het lijf te lopen. Oké, omdat je het gewend bent. Als je het gewend bent, maar goed, dan zijn er toch mensen. Welvaart verandert mensen. Wat gebeurt er dan? Nou, dan zou ze iets minder geneigd zijn om als gekke door te werken. Maar op een goed moment is dat natuurlijk ook, hè, volgens de zogenaamde grensnuttheorie. Ja, je kunt nog een iets grotere auto kopen. En je kunt eenzaam gaan wonen in een reusachtig huis, in ruisende bossen, maar daar word je geen cent gelukkiger van, daar ben ik van overtuigd. Nee. Er is veel onderzoek gedaan naar dat de tevredenheid van mensen stijgt als hun inkomen toeneemt, dat kun je heel goed begrijpen. Als je in Nederland 15.000 netto per jaar hebt, dat is niet geweldig. En dat is ongeveer, dat stopt dat gevoel van... Dat stopt bij ruim twee keer modaal ongeveer. Dus dan zou je in Nederland zit je dan, wat al een heel inkomen is, zit je op zo'n 75.000 euro per jaar. Daarna, daarboven, je kunt wel 150.000 gaan verdienen, maar dan daar word je niet na van hand twee maal zo gelukkig van. Maar dat is ook wat je zegt, als je komt naar een slechtere situatie en je gaat ineens naar een goede. Ja. Dat is wat je bedoelt. Ja, ook het is heel gek als je mensen vraagt, zou je nog wat erbij willen hebben? Dan zeggen ze altijd, ja, ze willen nog iets bij hebben. En dan zeggen ze altijd zo'n 10%, dat willen ze er wel bij hebben. Hè? Waarschijnlijk als je dan weer vraagt na enige tijd, wil je er nog wat bij hebben? Dan willen ze ook wel weer. Maar er is dus een grens waarbij eigenlijk het toenemend inkomen niet meer tevredenheid of geluk, tevredenheid is een beter woord, niet meer geluk genereert. Ja. Ik heb ook het idee dat mensen niet echt weten wat ze met het geld moeten doen. Nee, dat is een bekend feit natuurlijk, dat ze er een gekse dingen mee gaan doen. Met name natuurlijk geen grotere verspilling dan nieuwe auto's kopen. Of in hele grote huizen gaan wonen. Of voortdurend de wereld rond te reizen. Maar goed, dat zijn ook allemaal dingen waar ik niet zo'n verschrikkelijke behoefte aan heb. Nee. De Oeigoeren, moeten we daar nog iets over zeggen? Ja. Daar kunnen we kunnen steeds, die maatregelen zijn veel te straf en schandelijk. En wat daar gebeurt, dat kan natuurlijk totaal niet door de beugel.
Maar laten we wel eerlijk daarbij constateren dat wij daar verdomd weinig aan kunnen doen. Je kunt zeggen, we vinden het niet prettig dat jullie dat doen. Nee. Je kunt ze ook straffen, maar zodra de straf natuurlijk ook betekent dat je een eigen vlees moet snijden, zal die straf beperkt zijn. Ja, de Duitsers verdienen schathemel veel geld in China. Met name ook weer via de auto-industrie. Dus die gaan daar niet geweldig op hun strepen staan voor de Oeigoeren. Nee. Ja, we moeten het afkeuren. Maar veel kun je er niet aan doen. Maar je weet niet precies wat er gebeurt en hoe erg het is. Nee, en ik moet er wel bij zeggen waarom we dan niet afkeuren, niet waar, wat er in Amerika gebeurt ten aanzien van de zwarte bevolking. Dat is me nooit helemaal duidelijk. Nou is dat heel wat anders misschien dan wat de China met de Oeigoeren doet. Maar als het aankomt op laten we zeggen, menswaardig beleid, dan valt er in het Westen ook van alles en om nog wat op te merken. Ja, eens. Nou, volgens mij hebben we weer genoeg materiaal om uit te zenden. Of wil je nog iets vertellen? Ik wil nog wel iets vertellen, toch? Want een van de hoofdpunten van de ontwikkeling in Nederland, ze hebben we nog niet behandeld. Nou, de enorm snelle groei van de coronabesmettingen die zich voordoet. Ja, ik dacht misschien zijn de mensen daar wel, hebben ze dat wel goed. Maar je hebt gelijk, inderdaad. Dat is natuurlijk een vrij dramatische zaak. Als dit zo doorgaat, dan zijn we dus binnenkort weer gedwongen om met die mondkapjes, semi-lockdown, lokale lockdown, weet ik veel wat. En ik wil daaraan toevoegen dat van de mensen die in het ziekenhuis terechtkomen, 82% blijkt niet gevaccineerd te zijn. Dus mag ik de niet-gevaccineerden nogmaals met klem oproepen, niet dat het iets zal helpen, maar toch zeg ik het. Laat u in godsnaam vaccineren. U bent verantwoordelijk voor een ernstig en nationaal probleem. U hindert ook, met uw niet-vaccinatie hindert u, nou sterker nog, bedreigt u de gezondheid van andere mensen in Nederland. Dat gebeurt is toch wel heel droevig eigenlijk. Maar ik denk, dit is echt een Ja, weet je wat die mensen, wat jij wil antivaxen zeggen, dat is volgens mij, daar wordt hij voor betaald. Ja, dat is een betaalde propagandist van de Nederlandse overheid. Hugo. Ik wil wedden dat hij voor deze oproep alleen al gauw, toch zeker 5000 euro vangt. Hè? Dat is gewoon één grote propagandamachine. Ja, waarom die mensen de redelijkheid, kijk, dat je niet laat inenten als er ernstige medische problemen zijn, daar heb ik allemaal alle begrip van de wereld voor. Maar dat je dit dus weigert op een soort van een rare politiek-ideologische grondslag, dat begrijp ik niet. Ik ben benieuwd of als deze mensen nou straks van die afdeling afkomen, laten we dat hopen toch, hè, als ze genezen. Je gunt het ze nauwelijks. Maar dat ze dan denken, dit was zo erg, ik ga toch een spuit halen. Nee, waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk ontkennen ze het. Ja, ik heb er wel gelegen, maar dat is helemaal geen corona. Dat is griep. Dat is, ja, sorry, maar dat is, komt heel veel voor. Maar nee, want Baudet heeft het gezegd. Het bestaat niet. Het bestaat niet. Ja, het is toch opvallend dat die 15% toch voor de meerderheid, het is nog niet zover, maar het kan verpesten in de potentie. Zonder meer. Ja. En de ziekenhuizen meer, weten het niet. Alleen dus door ziekenhuisplaatsen in te nemen wat niet nodig zou zijn geweest. Maar natuurlijk ook omdat het de besmetting wat makkelijker dan gaat zijn. 15% van de bevolking, dat is altijd nog eens even doorrekend. 10% is al op 1,7 miljoen, dus het zit al dik boven de 2 miljoen mensen. En we hebben dus die Delta Plus variant ook nog eens een keer. Ja, dat begreep ik dat wel meeviel in Nederland. Maar nogmaals, ik wijs erop van de ziekenhuispatiënten die nu in het ziekenhuis liggen met corona, is 83% niet gevaccineerd. Ja. Dat zijn significante cijfers. Al mag ook wel weer een klein beetje lockdown, dat maakt het weer wat rustiger op de weg. Dat betreft, ja, want het was ook gisteren weer de drukste spits of zo, weet ik. Ja. Ik was gisteren ook op de weg en ik vond het echt belachelijk druk. Stond je weer in de file? Nou, ik dreigde steeds in files terecht te komen. Daar kwam het eigenlijk op neer. Maar die heb je ontweken of zo? Ja, ik kon net de weg af toen het vastliep. Je zag die lichten aangaan en toen kon ik net bij, hoe heet het? De Bilt. Ja, precies, waar je dan net de weg af kwam. Ja. En ga je dan zelf nu? Of was er iemand? Nee, het was een heel klein ritje, dus ik reed zelf. Oké. Nee, kijk, als ik een lange rit moet maken, dan laat ik me rijden. Ja, maar het is wel weer gigantisch druk. Maar ja, wat wil je met al die occasions? Precies. Dus, laat u vaccineren. Heineken is echt het meest waardeloze alcoholvrije bier wat er is.